Felias, qui per multos annos iorcum regebat, cum gravi et longo metu vivebat. Onderwerp, zoals vaak in het Latijn staat, vooraan in de zin Pelias. En zoals jullie in de inleiding op dit fragment hebben kunnen lezen, is dat de koning van Iolcos. Persoonsvorm staat helemaal op het einde. Vivebat. Pelias leefde. Hoe leefde Pelias, ablatief BBB wijze, cum gravi et longo metu? Met een zware, een ernstige, en gravis is e, et longo, een lange, metu, metus angst, dus met een zware en lange angst. Dus niet zomaar een klein angstje, echt een zware angst, een grote angst. En die duurde niet even, maar die duurde al meerdere jaren. Hè? Longu, een lange angst. Het feit dat die Pelias, die koning, al heel lang met die angst leeft, zit ook in het gebruik van het imperfectum hier. Vivebat, imperfectum, geen perfectum, van vivere. Het imperfectum benadrukt hier de duur van de handeling. Hè? Leefde de ganse tijd, hè. Pelias leefde met een zware en lange angst. En dan krijgen we bij Pelias een betrekkelijke bijzin. Hoe kunnen we dat zien? Het wordt ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord qui. Qui per multos annos iolcum regebat. Betrekkelijk voornaamwoord neemt geslacht en getal over van het antecedent. Dus Pelias mannelijk enkelvoud, daarom qui mannelijk enkelvoud. De naamval van betrekkelijk voornaamwoord, dan moet je gaan kijken naar de functie in de betrekkelijke bijzin. En dan is qui ten opzichte van regebat onderwerp, daarom nominatief. Pelias die, per multos annos, per met de accusatief, drukt hier een BWB van duur uit. Gedurende vele jaren, dus Pelias die gedurende vele jaren, iolcum regebat, regere, o betekent besturen, heersen over. In het Latijn heeft dat een leidend voorwerp, iolcum, uit de stad Iolcus, of op zijn Grieks Iolcos. Net zoals vivebat staat ook regebat in het imperfectum. Opnieuw wordt het aspect duur van deze handeling benadrukt. Hè. Hetgeen ook hier al in de BBB zat, accusatief BBB duur. Dus als we nemen Pelias die gedurende vele jaren heerste over Iolcus, leefde met een zware en lange angst. Wat die angst is, weten we nog niet. Vates enim cecinerant fratris progeniem exitum regi alapuram esse. De enim verklaart de angst uit de vorige zin. Want, en nu vernemen we waarvan Pelias zo bang is, vates enim cecinerant. Vates, is, is een waarzegger. Hier in het meervoud, waarzeggers. Onderwerp van cecinerant, uw hoofdwerkwoord. Cecinerant komt van het grondwoord canere, zingen. Canere cecini cantum. Dus we zien hier perfectum staan, cecin, met de plusquamperfectum uitgang. Actief, indicatief, plusquamperfectum, drie meervoud van canere. Want waarzeggers hadden gezongen en zingen, kunnen we hier contextgericht nog beter vertalen met voorspellen. Hadden voorspeld, en dan krijgen we een A plus I, van fratris tot en met alaturam esse, is een A plus I. Waar staat die accusatief als onderwerp van de A plus I? Hier, progeniem. Progenies staat uitgelegd, betekent nakomeling. Want waarzeggers hadden voorspeld dat een nakomeling van wie, genitief BVB, fratris van zijn broer. Dus de broer van Pelias.
In de inleiding hadden we gelezen dat Pelias zijn broer van de troon had gestoten. Hè? Zijn broer Aison. En Jason is de zoon van Aison. Want waarzeggers hadden voorspeld dat een nakomeling van zijn broer, Exitum regi alaturam esse. Als we kijken naar de infinitief alaturam esse, heb ik nog niet gezien. We zien hier een combinatie van een participium futurum gevolgd door esse. Samen vormt dat de actief infinitief futurum. Grondwoord is ad ferre, brengen naar, berokkenen. Dus alatura messe, actief infinitief futurum van ad ferre. Dus dat een nakomeling van zijn broer zou puntje, puntje, puntje brengen aan. Wat is het leidend voorwerp van alatura messe? Exitum. Dus exitum is actief leidend voorwerp van alatura messe. Exitus, us, het einde. De dood. Het einde zou brengen voor wie? Datief regi, voor de koning. En regi verwijst dan naar Pelias. Dus deze infinitieve toerum moeten we hier vertalen toekomstig. En dan kunnen we kiezen tussen het hulpwerkwoord zullen of zouden. Maar omdat hier je hoofdwerkwoord verleden is, wordt het zou of zouden. Hè? Want waarzeggers hadden voorspeld dat een nakomeling van zijn broer het einde zou betekenen voor de koning, dus voor Pelias. Dus Pelias had een voorspelling gekregen en in de oudheid hechtte men veel belang aan voorspellingen. En die waarzeggers hadden gezegd, de zoon van uw broer, de nakomeling, dus Aison hebt je wel van een troon gestoten, Pelias, maar die is een zoon, die zal ooit voor u uw ondergang betekenen, uw einde. En daardoor leefde Pelias hè, met die zware en lange angst, want hij wist dat ooit er een moment zal komen dat de zoon van zijn broer zal komen opdagen en die troon opeisen. En daar gaat dit fragment dan over. Hè? Ergo, dus, iunem extinguere voluit mortisque eius via sac tempora silentio quae sibit, se neque bella neque monstra per urbes graecas vidit. Dus wou hij voluit perfectum van willen. Nu niet meer zoals vivebat en regebat imperfectum, nee, nu gewoon een verhalend perfectum, en gewoon een feit in het verleden. Dus wou hij de jonge man extinguere doden. Denk aan fire extinguisher in het Engels, een brandblusser. Of wanneer dieren uitsterven, hè. Extinction, extinguere doden. Dus wou hij de jonge man doden. UNM, accusatief, leidend voorwerp van extinguere. UNM verwijst naar de progenium fratris, de nakomeling van zijn broer. Dus Jason, hè. Pelias wou die man uit de weg ruimen, want hij had gehoord van het orakel, van de waarzeggers, dat die UNM zijn einde zou betekenen. Logische reactie dat Pelias die uit de weg wil laten ruimen. Mortisque, dus deze que hier, voegwoord, verbindt de eerste persoonsvorm voluit met de tweede quae sibit. Quae sibit is net als voluit perfectum. Voluit komt van welle, quae sibit van quaerere. Zoeken of vragen, hier in dit fragment vragen. Zoeken. Hè. En dus zocht hij... Op welke manier zocht hij silentio, ablatief bbb wijze, in stilte, stil. Hij zocht in stilte naar wat? Leidend voorwerp. En we hebben er twee, hè, de twee leidend voorwerpen, vias en tempora, worden verbonden door het voegwoord ac. En hij zocht in stilte naar letterlijk wegen en tijden.
Mortis eius, van zijn dood. Dat staat er letterlijk. En hij zocht in stilte naar wegen en tijden van zijn dood. Mortis eius, de genitief mortis staat zowel bij vias en tempora als bij voeglijke bepaling. En de genitief eius staat dan als BVB bij mortis. Van de dood van hem, van zijn dood. Eius, bezittelijk voornaamwoord hier dan. Nu, om dat vlot te vertalen, moeten we natuurlijk ons afvragen, wat betekent dat nu? Hè? Op zoek gaan naar wegen en tijden van zijn dood. Wegen betekent hier methode, manieren om iemand te doden. En tempora betekent dan momenten. Soms moet je een geschikt moment kiezen om iemand te doden. Hè? En in plaats van zijn dood, kunnen we dan vlot vertalen om hem te doden. En Eius verwijst naar die UNM. En de progenium fratris zijn de Jason. En dan hebben we, dus wou hij de jongeman doden, en hij zocht in stilte naar manieren en momenten om hem te doden. Sed, maar, nu komt er een tegenstelling. Neque vela, neque monstra, per urbes graecas, vidit. Vidit, persoonsvorm, mooi achteraan. Net als wollewit quae sivit, ook perfectum, feit in het verleden, verhaal perfectum. Maar hij zag, neque bella, neque monstra, twee keer een leidend voorwerp in de accusatief. Geen oorlogen en geen monsters. En waar, accusatief, BWB plaats, per urbes graecas. Letterlijk door de Griekse steden, vlot in de Griekse steden. Wat betekent dat nu? Hij zag geen oorlogen en geen monsters in de Griekse steden. Dus Pelias zocht naar een manier om Jason, de zoon van zijn broer Aison, te doden. Maar hij zocht naar een manier en een moment, zodat dat niet opviel. Zodat dat leek alsof Jason een natuurlijke dood stierf. Wanneer kan dat bijvoorbeeld in een oorlog kan het gebeuren dat iemand gedood wordt. Maar er waren geen oorlogen in de Griekse steden. Vrij uitzonderlijk, want de Griekse steden lagen bijna continu overal. Maar op dat moment waren er geen oorlogen in de Griekse steden. Wanneer kan het nog zijn dat een held sneuvelt wanneer hij een monster probeert te doden? Maar er waren geen monsters. Dus dit waren al geen via's om hem te doden. Hè. Er waren geen oorlogen, er waren geen monsters. Dus op die manier ging het niet lukken. Tandem ira maris et pericula was stibonti egi placent. Uiteindelijk, en nu schakelt de schrijver over naar praesens. En alle vorige persoonsvormen waren verleden tijd. Dus we hebben hier te maken met een historisch praesens. Historisch praesens wordt gebruikt om het verhaal wat levendiger te maken. Hè? Alsof het opnieuw gebeurt. In de praktijk vertalen we historisch praesens gewoon vaak met een verleden tijd. Plakeren betekent bevallen. Dus hier bevielen. Onderwerp van plakend. Het is meervoud, dus we hebben twee onderwerpen, ira en pericula, woede en gevaren. En bij het onderwerp hoort telkens in genitief een BVB. Maris, genitief BVB bij ira. Vasti ponti, genitief BVB bij pericula. En de persoon aan wie ira en pericula bevielen, staat in de datief. Ei, plakere met de datief, dus voorwerp bij plakend. En ei is een persoonlijk voornaamwoord van is, ea, it, datief, mannelijk enkelvoud, en verwijst naar Pelias. Goed, uiteindelijk bevielen de woede van de zee en de gevaren van de woeste Zwarte Zee aan hem.
Dus wat betekent deze zin? Pelias was op zoek naar manieren om de nakomeling van zijn broer Jason te doden. Dat ging niet lukken in Bella in oorlogen, ook niet door monsters te verslaan. Wat was in die tijd nog een voorkomende doodsoorzaak? De zeeën in en rond Griekenland en wat verder, die waren zeer wispelturig. Dus dat kon, dat je schipbreuk tegenkwam, hè, en zo sneuvelde, zo verdronk. Een zee kan grillig zijn, en zeker de woeste, Vastus Abum, de woeste Zwarte Zee. Dus Pelias heeft hier zijn plan uitgedacht. Hij wil Jason erop uitsturen naar het Gulden Vlies, dat is in de Zwarte Zee. Hij bevindt zich in Kolchis. Kolchis is een stad aan de Zwarte Zee. En Pelias hoopt dat Jason onderweg wel ergens schipbreuk zal lijden en verdrinken in de Zwarte Zee. Zeereizen in die tijd waren gevaarlijk. Dus dat is zijn plan, dat is de betekenis van deze zin. Hè. Uiteindelijk bevielen de woede van de zee en de gevaren van de woeste Zwarte Zee hem. Itaque, en dus, juni, tranquillo, vultu, haec ficta verba dat. Persoonsvorm staat opnieuw in de historisch presens. Maar we vertalen verleden tijd. Hè. Het is enkelvoud geworden. Dus het onderwerp is nu gewoon hij, zijn Pelias. En dus gaf hij, wat gaf hij, lerend voorwerp, haec ficta verba. Accusatief onzijdig meervoud, letterlijk deze verzonnen woorden. Hic haec hoc wordt hier bepaling aankondigend gebruikt. Dus je mocht in plaats van deze ook vertalen volgende. Kunt je dat zien, er komt een dubbele punt en dan komen er woorden. Open en sluitende aanhalingstekens. Hier. Hè. Hij gaf deze verzonnen woorden, volgende verzonnen woorden. Ficta is passief participium perfectum. Het komt overeen met verba, dus accusatief onzijdig meervoud, van het grondwoord fingere, o, verzinnen. Het participium is hier als adjectief gebruikt bij verba en we kunnen het zo ook vertalen. En deze verzonnen woorden. We hebben een leidend voorwerp, maar bij geven kunnen we ook een meewerkend voorwerp in de datief verwachten. En dat staat hier, Juweni, aan de jonge man. Hij gaf deze verzonnen woorden aan de jonge man. Hij zei deze volgende verzonnen woorden aan de jonge man. Wat hebben we dan nog in de ablatief? Tranquillo, vultu, op welke manier zei hij die woorden? Ablatief, BBB wijze. Met een rustig gezicht. Dus zowel hij van binnen misschien angstig was, zijn uiterlijk toonde rust. Dus hij zei verzonnen woorden, dus hij gaat liegen, maar hij doet dat met een zeer kalm gezicht, in de hoop dat Jason gelooft wat hij zegt. Hè. Als je een leugen vertelt, maar je toont zenuwen en geen kalmte, dan kan het misschien zijn dat de jonge man, Jason, hem niet zal geloven. En meteen doorheeft, dat is hier een leugen. Maar hij doet het tranquillo vultu, en met een kalm gezicht, zodat Jason ervan uitgaat, oké, die man hier straalt kalmte uit. Het zal wel waar zijn wat hij zegt. Wat zijn die ficta verba, die verzonnen woorden? Audivisti fortunam frixi, qui patria me fugerat. In Colchidem et ibi ab aiete rege gelgorum necatus est. Audivisti, actief indicatief perfectum, twee enkelvoud van audire. Het perfectum staat hier tussen aanhalingstekens. Dus het is mededelend vertaald. En gebruikt, en dus moeten we het zo ook vertalen. Hè? Niet je hoorde, maar je hebt gehoord. Je hebt gehoord over fortunam frixi, het lot van Frixus. Fortunam lerend voorwerp bij audivisti en frixi negenitief, BVB bij de kern fortunam.
In de inleiding hebben we gezien dat Phrixus samen met zijn zus Helle op een gouden ram richting Colchis waren weggevlucht uit Griekenland. Het gaat over die Phrixus hier. Hè. Helle had dan neergekeken en omgekeken en was gevallen in de zee en is dan naar haar vernoemd, de Hellespont. Phrixus is aangekomen in Colchis en heeft gouden ram geofferd, dus waardoor het in Colchis is beland. En in werkelijkheid is die Phrixus met open armen ontvangen in Colchis door koning Aeetes. Maar Pelias hier gaat liegen en zeggen dat Phrixus gedood is door die koning Aeetes, koning van Colchis. Zodat een Griek, zijnde Jason, hem moet gaan wreken en het gouden vlies terughalen. Daarom is het ficta, hè? Ficta verba. In werkelijkheid is Phrixus niet gedood door Aeetes, maar met open arm ontvangen. Goed, je hebt gehoord over het lot van Phrixus. En dan bij Phrixi krijgen we een betrekkelijke bijzin, ingeleid door Qui. En die eindigt bij Necatus est. Niet betrekkelijk vormen vooraan, mannelijk enkelvoud, want antecedent Phrixi mannelijk enkelvoud. Nominatief, want in de betrekkelijke bijzin, onderwerp van Efugerat en van Necatus est. Dus er zijn in de betrekkelijke bijzin twee persoonsvormen, Efugerat en Necatus est, verbonden door het voegwoord et. Die weggevlucht was uit zijn vaderland ontvlucht was, Efugerat, plusquam perfectum van effugere, io wegvluchten uit, ontvluchten, patriam lernen sorer. Naar Colchis, in Colchidem, accusatief BBB richting. En ibi daar, ab Aeete necatus est, door Aeetes gedood is, vermoord is. Necatus est komt van necare, o, doden, vermoorden. Het is hier passief indicatief perfectum. En perfectum, omdat we nog in een mededeling zitten tussen aanhalingstekens, moeten we ook hier niet vertalen met werd gedood, maar is gedood. En daardoor Aeetes gedood is. Ab Aeete ablatief, BWB handelende persoon. En dan krijgen we hier nog een woordgroep die uitlegt wie Aeetes is. Rege Colchorum, de koning van Colchis. Colchorum, genitief BVB bij Rege. Ja, en Rege, ablatief van Rex. Ablatief, want het staat bij Aeetes. Aeete, en bijgesteld substantief. Als we hernemen, je hebt gehoord over het lot van Phrixus. Die zijn vaderland was ontvlucht naar Colchis en daar door Aeetes, koning van Colchis, gedood is. Si mihi aliquae vires essent, jam regis caput atque arma hic videres. We krijgen als dan, hè. Si mihi aliquae vires essent. Vires. Nominatief vrouwelijk meervoud. Aliquai staat erbij, komt daarmee overeen. Vires betekent krachten. Niet verwarren met vir, viri, man. Vires, virium betekent krachten. Essent is een vorm die we nog pas dit hoofdstuk gezien hebben. Is een conjunctief, actief conjunctief imperfectum. Drie meervoud van esse. Voorlopig weet je nog niet waarom dit een conjunctief is, maar we kunnen al wel zien dat het een conjunctief is. Hè? Essent, conjunctief imperfectum. En in uw handboek staat uitgelegd hoe je het moet vertalen. En vertalen als een onvoltooid verleden tijd, dus waren. Als sommige krachten aan mij waren. We zien hier mihi, datief, die de bezitter uitdrukt bij essent. Dus letterlijk, als er aan mij sommige krachten waren, als ik nog wat krachten had, bedoelt hij.
Jam regis caput atque arma hic. Videres, videres, net als essent, actief, cointief, imperfectum. Twee enkelvoud van videre. Videres staat ook uitgelegd door de vertalen. Opnieuw, onvoltooid verleden tijd, dus zag. Dan zag je hier al, hic, is hier geen voornaamwoord, maar een bijwoord, hier. Dan zag je hier al wat, lerend voren bij Wideres, caput atque arma, het hoofd en de wapens, van wie regis en genitief BVB bezit, van de koning en van koning Aietes. Dus Pelias zegt hier tegen Jason, als ik nog wat krachten had, dan zag je hier al het hoofd en de wapens van de koning. Dus Pelias is een al wat oudere man. Hij is niet meer sterk genoeg, niet meer krachtig genoeg om zelf richting Colchis te gaan, zegt hij. En Phrixus te wreken. Dus Aietes te straffen dat hij een Griek heeft vermoord. En om het guldenvlies terug mee naar Griekenland te brengen. Want mocht hij, zegt hij, nog voldoende kracht hebben, dan kon je daar al in het paleis van Pelias het hoofd en de wapenuitrusting van die Aietes zien liggen. Maar dat is niet het geval, want Pelias is te oud om dat zelf te doen. Dus je kunt al vermoeden dat hij die opdracht aan Jason zal geven, hè? In de hoop dat Jason zal sterven. Sed senex sum, zegt hij, maar ik ben een oude man. Sum, een koppelwerkwoord, dus senex, nominatief, naamwoordelijk deel. Nec dum mea proles bello marique matura est. Nekdoem staat uitgelegd, hè. Nog niet. Proles nageslacht. Is vrouwelijk, de Romea. En mijn nageslacht is nog niet matura. Mea proles nominatief onderwerp van est. Est is een koppelwerkwoord, dus matura nominatief naamwoordelijk deel. Mijn nageslacht is nog niet matura staat uitgelegd. Volwassen. Volwassen voor wat, om wat te doen. Hè? Bello marique, datief bij matura. Nog niet volwassen voor oorlog, hè, om oorlog te voeren. En voor de zee, hè, voor zeevaart, hè, om de zee te bevaren. Dat zegt hij hier. Maar ik ben een oude man en mijn nageslacht is nog niet volwassen genoeg om oorlog te voeren of de zee te bevaren. Letterlijk voor oorlog en voor de zee. Dus hij zegt, ik kan het niet zelf doen en mijn eigen kinderen die zijn nog te jong om dat in mijn plaats te doen. Toe, hè, maar jij, cuiam animus virilis est, letterlijk aan wie al een krachtige geest is, jij die nog een krachtige geest hebt. Letterlijk, jij die nog krachtig bent. In tegenstelling tot Pelias. Hè? Dus cui tot en met est is een betrekkelijke bijzin. Bij het antecedent toe. Dus cui mannelijk enkelvoud, want antecedent toe. Datief, want in de betrekkelijke bijzin drukt het datief van de bezitter uit bij est. Animus virilis is dan nominatief onderwerp bij est. Nogmaals, letterlijk, jij aan wie al een krachtige geest is. Vlot, jij die nog een krachtige geest hebt. Heel vlot, jij die nog voldoende krachtig bent. Hè? En dan komt er een bevel in de imperatief. I, ga. Precor, ik smeek je. Precari, comma or, deponent, smeken. Et arietis pelem auriam in graeciam rede. Het voegwoord et verbindt de eerste imperatief i met deze tweede imperatief rede. Redderen, teruggeven, terugbrengen. En breng terug wat, lerend voorwerp, pelem auriam, de gouden vacht, het gulden vlies, hè, van wat? Arietis van de ram. Het gulden vlies, de gulden vacht van de ram. En breng die terug. Arietis genitief, BVB bezit, hè, bij Pelem Aurea. En breng die terug naar waar? Accusatief, BVB richting.
naar Griekenland in Grankia. Haec condicione patris regnum tibi restituam. Haec condicione, ablatief BBB, hè? Onder deze voorwaarden, BBB wijzen, patris regnum tibi restituam. Restituere, staat uitgelegd, teruggeven, synoniem van redderen. We zien de A, die hier een kernletter is van het futurum simplex. Dus restituam, actief, indicatief, futurum simplex. Onder deze voorwaarden zal ik teruggeven, nu verwacht je wat en aan wie, wat in de accusatief leidensvoorwerp, aan wie datief en meewerkend voorwerp. Wat regnum, het koninkrijk, de heerschappij, de macht, van wie, patris, van je vader, genitief BB bezit bij regnum, of BB handelend bij regnum. Onder deze voorwaarden zal ik het koninkrijk van je vader teruggeven aan wie tibi datief meewerkend voorwerp aan jou. Spelias zegt hier tegen Jason, want Jason staat er voor hem, heeft zich voorgesteld als kijk, ik ben Jason, de zoon van Aison en ik kom mijn troon opeisen. Spelias zegt oké, maar dan moet je eerst iets doen voor mij. Ga naar Colchis. En breng het gulden vlies terug naar Griekenland. Als je dat voor mij doet, hè, onder deze voorwaarden, zal ik het koninkrijk van uw vader teruggeven aan u. Maar natuurlijk, ficta verba, hè, dat zijn verzonnen woorden. Hij liegt, hij is niet van plan dat te doen. Pelias gaat er gewoon vanuit dat dit een, zoals in de titel van dit fragment ook staat, een moeilijke opdracht is. Zo moeilijk dat de kans heel groot is dat Jason, terwijl hij dat probeert, zal sterven. En dan is hij van zijn grote angst verlost, hè, Pelias. Talibus verbis hortatur. Immo jubet juvenem. We krijgen prizens nu, historisch prizens opnieuw. Hè. Hortatur en jubet, historisch prizens. Hortari betekent aansporen. Onderwerp is Pelias. Hoe kunnen wij dat weten? Leidend voorwerp is UNM. Dus UNM moet je zowel zien als leidend voorwerp bij Hortatur als Jubet. Talibus verbis, ablatief, BWB, wijzen. Op welke manier? Met dergelijke woorden. Met deze woorden, met zo'n woorden, spoorde hij de jongeman aan. En het is meer dan aansporen. Imo, sterker nog, hij beval de jongeman. Een bevel geven is nog sterker dan aansporen. En UNM, de jongeman, verwijst dan naar Jason. Dus met dergelijke woorden spoorde hij, niet sterker nog, beval hij de jongeman. Wat zegt Pelias niet? Taakheid, normaal, u... persoonsvorm, steeds achteraan, hè. Wie dit plakent, dat, necatus est, restituam. Wanneer uw persoonsvorm helemaal voorop staat, dan wil de schrijver daar extra nadruk op leggen. En die stijlfiguur heet inversie. Dus door taak het voorop te stellen, krijgt dat extra nadruk. Hij zwijgt. Waarover zwijgt Pelias? Cutico ponto, over letterlijk de Skytische zee, de zee waar de Skyten aan woonden, zijnde de Zwarte Zee. Dus Skyticus pontus mocht hier vertalen met de Zwarte Zee. Taket, historisch prijzend, we vertalen gemakkelijkheidshalve met een verleden tijd. Hij zweeg over de Zwarte Zee. En bij Ponto krijgen we dan een betrekkelijke bijzin, qui concurrit in terras. Concurrere staat hier uitgelegd, hè. Botsen. Die botst letterlijk tegen de landen, tegen het land. Dus die Zwarte Zee, die is zo woest, dat hij niet kalm tegen
de haven, tegen de dijken, tegen de pieren, een beetje aankletst. Nee, die beukt echt, die botst met woeste golven tegen het land. Dus een heel woeste, heel grillige zee. Kans op overlijden zeer groot, net wat Pelias wil. Dus hij zwijgt over de Zwarte Zee, die botst tegen het land. Taket wordt hernomen, opnieuw in inversie. Maar er komt een stijlfiguur bij. Want wanneer eenzelfde woord, in dit geval Taket, herhaald wordt aan het begin van opeenvolgende zinnen, dan heet dat een anafoor. Dus Taket op zich is inversie. Maar wanneer we het ook nog eens herhalen aan het begin van de volgende zin, wordt het ook nog eens een anafoor. Tweede stijlfiguur. Zo komt er echt heel veel nadruk op het feit dat Pelias zwijgt. En dat is inhoudelijk hier belangrijk. Daarom wordt dat hier door deze dubbele stijlfiguur zo benadrukt. Het is belangrijker wat Pelias vergeet, bewust vergeet niet te zeggen, bewust vergeten zeggen tegen Jason, dan wat hij wel zegt. Goed. In uw vertaling zou je dat ook kunnen benadrukken. Hè? Zwijgen doet hij over, enzovoort. Hij zwijgt over, waarover zwijgt hij nog? Dracone trilingui, over de draak. Trilinguis is een met de drie tongen. In uw vertaling van het werkboek staat met drie hoofden. Zou kunnen, maar de letterlijke vertaling is, want we zien hier lingua in, met drie tongen. En in de meeste verhalen wordt de draak uit Colchis, afgebeeld of beschreven als zijnde een draak met drie tongen. Dus dat mogen we aanpassen in uw modelvertaling. In plaats van drie hoofden, drie tongen. Hij zwijgt over, zweeg over de draak met drie tongen. En dan heel parallel krijgen we, net als bij Ponto, nu ook bij Dracone een betrekkelijke bijzin. En parallelisme heet dat, hè? Wanneer je op dezelfde manier iets formuleert. Dus eerst persoonsvorm, dan D met ablatief en een betrekkelijke bijzin. Volgende zin op dezelfde manier geformuleerd, dezelfde manier opgebouwd, heel parallel, parallelisme. Opnieuw persoonsvorm, opnieuw D met ablatief en opnieuw een betrekkelijke bijzin bij antecedent, in dit geval Dracone Trilingui. Goed, hij zweeg over de draak met de drie tongen die Pelem Auream custodit, die het gulden vlies bewaakt, custodire, io, bewaken. Pelem Auream blijft een voorwerp hier bij custodit. Qui, net als de vorige qui, nominatief van het onderwerp in de betrekkelijke bijzin, het onderwerp van custodit. Mannelijk enkelvoud, want net als Ponto is ook het antecedent Dracone mannelijk enkelvoud. Dus die draak bewaakt het gulden vlies en uw betrekkelijke bijzin is nog niet. Ten einde, et cantu civisque vocatur a regis filia medea. Deze et verbindt de eerste persoonsvorm in deze quizin met de tweede vocatur. En deze que verbindt de twee ablatieven cantu en kibis. Goed, dus de draak met de drie tongen die het guldenvlies bewaakt en vocatur geroepen wordt. Maar we zijn al een tijdje historisch prijzen, dus geroepen werd. Door wie? Ablatief bewegende persoon. Afilia, door de dochter, Medea. De dochter van wie? Regis, genitief BVB bezit. De dochter van de koning. Dus koning Aietes, koning van Colchis, heeft een dochter, Medea. En die controleert die draak wat. Die geeft er bevelen aan. Geroepen wordt door de dochter van de koning Medea. En op welke manier roept Medea die draak cantu met gezang, ablatief bewijzen. En ook kibis met voedsel, met eten. Kibus, i voedsel.
Dus hier zie je twee keer een ablatief, bij wijze, op welke manier roept Medea die draken met gezang en met voedsel, met eten. Als we hernemen van Naftalibus, met dergelijke woorden spoorde hij de jonge man, nee sterker nog beval hij de jonge man. Hij zweeg over de Zwarte Zee die botst tegen het land. Hij zweeg over de draak met drie tongen die het guldenvlies bewaakte. En met gezang en eten geroepen werd door de dochter van de koning Medea. Dat voor het eerste fragment hier een moeilijke opdracht. Dit is de vertaling die je ook vindt op Smart School, waarbij je dan één ietsje mocht aanpassen hier. Hè. Vertaling spreekt hier van driekoppig, terwijl eigenlijk trilinguïs drietongig en met drie tongen moet zijn. Tot hier.